De bestseller De Camino van Ania Niwira heeft de prestigieuze gouden boek onderscheiding ontvangen. Dit houdt in dat er sinds de publicatie in 2021 meer dan 200.000 exemplaren zijn verkocht. De uitreiking vond donderdagavond plaats tijdens de avond van het spannende boek in Bibliotheek Neude in Utrecht. Niwira werd verrast met de oorkonde en reageerde enthousiast. Ik vond het altijd al indrukwekkend wanneer een artiest een gouden plaat kreeg. Het is dus extra bijzonder om nu zelf een gouden boek te ontvangen voor de Camino. Het succes van de Camino is ongekend, aangezien het boek sinds de release onafgebroken in de bestseller 60 staat, nu al voor een indrukwekkende periode van 98 weken. Eerder werd dit boek ook al bekroond met zowel de Hebban Trillerprijs als de NS Publieksprijs, wat het literaire en commerciële succes onderstreept. De avond in Utrecht was een viering van spannende boeken en Nivira's prestatie werd extra in de schijnwerpers gezet. De uitreiking van de gouden boek Onderscheiding aan een auteur is een zeldzame en eervolle gebeurtenis in de literaire wereld, en het markeert een mijlpaal in de carrière van Ania Niwira. Haar boek heeft niet alleen lezers in Nederland weten te boeien, maar ook lovende kritieken ontvangen van recensenten. De Camino vertelt een meeslepend verhaal dat lezers van begin tot eind op het puntje van hun stoel houdt. Het boek combineert spanning met diepgaande karakterontwikkeling en een zorgvuldig geconstrueerde plot. Dit, in combinatie met Niwira's meeslepende schrijfstijl, heeft ervoor gezorgd dat de Camino een blijvende impact heeft gehad op het Nederlandse trillenlandschap. De toekenning van de Gouden Boek Onderscheiding is een erkenning van het harde werk en het talent van Ania Niwira. Het illustreert ook de blijvende populariteit van de Camino onder een breed lezerspubliek. Met deze prestatie heeft Niwira zich definitief gevestigd als een van de toonaangevende auteurs in het genre van de spannende boeken in Nederland.